Verhuizing Plaza Futura dichterbij, inbraak op het Stadskantoor en de Ster Tour strijkt neer op het Stadhuisplein. De verhuizing van Plaza Futura lijkt een stapje dichterbij. Het college wil dat het film- en theaterhuis naar het oude natlab op strijp S gaat en lijkt op steun te kunnen rekenen van de gemeenteraad. Leefbaar Eindhoven, LPF, ouderenappel, trots op Nederland en de SP zijn tegen, maar de andere partijen zijn positief over het plan. Um, dit is, gaat over incidenteel geld. Als we dit niet doen, betekent niet dat we dan maar 14 miljoen minder hoeven te bezuinigen. Daarnaast is het geld eigenlijk al min of meer gereserveerd en is er 3 miljoen uh, van buiten de gemeente. Uh, zit in dat bedrag van 14 miljoen. Dus in principe heeft het geen uh, relatie met de bezuinigingen. Kijk, wij vinden dat Plaza op de Leenweg thuis wordt. En een bedrijf moet pas gaan verhuizen als je de zalen vol hebt en het hangt met de benen buiten. En dat is bij Plaza niet het geval. Die paar stoelen dat zijn, die binnen zijn in de theater, er zijn misschien 17, misschien 20, misschien 25 plaatsen bezetten, maar er zijn er 75 over. Nou, als je dan zegt wij moeten naar een andere locatie, zoals uh, uh, lab, het voormalig Natlab op, op strijp S. En je wilt dan nog 7 films halen, dan zeg ik van kijk eens in de spiegel. De verbouwing van het Natlab kost 14 miljoen euro. Naast Plaza verhuist onder andere ook Bioscoop Broed naar het oude Philips-complex. Of Plaza Groen Licht krijgt voor de verhuizing hangt af van de Partij van de Arbeid en de VVD. Ja, na, na tien jaar hierover praten komt er dan eindelijk een, een besluit. En laten we een beetje positief zijn. Het heeft natuurlijk heel lang geduurd, maar er ligt nu eigenlijk wel, wel iets wat de moeite waard is. Misschien cynisch gezegd, waar je tien jaar op hebt moeten wachten, of hebt gewacht. Namelijk een, een, een multifunctioneel gebouw waar niet alleen de Plaza terecht kan, maar ook nog vele andere culturele instellingen. En dat is dan eigenlijk de winst van tien jaar wachten op deze verhuizing. De tegenstanders vinden 14 miljoen euro te veel geld in bezuinigingstijd. Maar volgens de Partij van de Arbeid is het een investering. Het was op de leenderweg, hoe romantisch het ook soms klinkt door het Ouderenverbond of door de, door de SP, was het gewoon niet meer te doen. In feite was daar de exploitatie niet meer goed rond te krijgen. En dus in die zin is het veel beter dat het nu verhuist naar, uh, naar het nat lab, waardoor het ook veel beter te exploiteren is. Wethouder Scheurs heeft beloofd binnenkort met een financiële onderbouwing te komen. Als de VVD en de P van de A daarmee akkoord gaan, kan Plaza Futura september volgend jaar naar Strip S.